Dag dames en heren, vanochtend ging op veel plaatsen koud van start met in het zuidoosten van het land her en der zelfs nog een graadje vorst. Nou, verder hing er op veel plaatsen mist en die mist trok in het oosten en zuidoosten maar moeizaam op. Ging daar een beetje over in laaghangende bewolking waaruit soms zelfs een beetje regen viel. Elders in het land verdween de mist in de loop van de ochtend en vanmiddag brak dan de zon af en toe door. Temperaturen vanmiddag rond een graad of 10 en dat is nog steeds aan de zachte kant voor de tijd van het jaar. Nou, en daaraan komt voorlopig niet zoveel verandering. We hebben te maken met relatief weinig wind de komende dagen. De witte lijntjes, de lijnen van gelijke luchtdruk, liggen vrij ver uit elkaar. Dat betekent dat er meestal een zwakke tot matige wind staat. En die gaat geleidelijk uit het zuiden waaien. En dat heeft te maken met een lage drukgebied dat ten westen van ons land zich bevindt de komende tijd. Nou, die tolt daar een beetje rond. Af en toe zwaait er dan een gebied met wat bewolking en ook een beetje regen over onze omgeving. Maar de neerslaggevoelheden zullen zeker vergeleken met de afgelopen tijd volgende week toch wel langzaam steeds minder gaan worden. Intussen houdt zich een vrij krachtig hoge drukgebied op boven het noordoosten van Europa. Nou, die blijft daar voorlopig wel liggen. En in hoeverre dat in de loop van volgende week invloed gaat krijgen op ons weer, dat moeten we nog even afwachten. Maar we komen waarschijnlijk ongeveer op de grens te liggen tussen het stabiele en het vrij onstabiele weer. Nou, niet alleen dat. De bovenlucht is in eerste instantie ook nog vrij koud. Zeker rondom dat lage drukgebied wat eind deze week boven Engeland komt te liggen. Bovenlucht, temperatuur op zo'n 850 hpa, dat is ongeveer 1,5 kilometer hoogte, ligt iets onder nul en dat levert dus temperaturen aan de grond op van een graad of 10. Maar als het 's nachts rustig is en het klaart even op, ja, dan zou het kwik zomaar af en toe even in de buurt van het vriespunt kunnen komen. Kijken we dan wat verder, dan zien we in de loop van volgende week, wanneer die wind dus naar het zuiden gaat draaien, dat er langzaamaan wel wat zachtere lucht onze kant op komt. Dat zien we hier gebeuren. Vooral boven Frankrijk. Daar wordt de luchtsoort zelfs vrij warm in de loop van volgende week. Nou, dat kan ons uiteindelijk ook wel gaan bereiken. En dan gaan de temperaturen omhoog. En misschien dat in de loop van volgende week zelfs wel her en der de grens van 15 graden kan worden overschreden. Met daarbij dus wellicht ook af en toe wat zon. Nou, dan zou het dus best even lenteachtig aan kunnen voelen. Maar voorlopig is het dus nog wel relatief wisselvallig. In de pluim zien we temperaturen voorlopig rond een graad of 10, maar in de loop van volgende week wordt de onzekerheid met name naar boven dus steeds groter. Dat levert dus wellicht temperaturen op van een graad of 15 in het zuiden en zuidoosten van het land. En als het een keer een dag wat zonniger is, wellicht nog een paar graden hoger. De nachten tegelijkertijd worden juist wat kouder. Er ontstaat een grote dagelijkse gang. Grote verschillen dus tussen dag en nacht. En dat betekent dat we een relatief open weertype krijgen met dus lagere regenkansen, meer ruimte voor de zon. En ja, dat zien we ook mooi terug in de neerslaggrafiek. Voorlopig de komende dagen nog kans op wat buien. Maar vanaf de nieuwe week wordt de neerslagkans kleiner. Volgende week lijkt een aantal dagen gewoon overwegend droog te verlopen. Met dus ook meer ruimte voor de zon. Nou, dat droge weer geldt zeker niet voor vanavond en vannacht, want vanuit het westen gaat de bewolking toenemen. En in de loop van de nacht trekt dan een gebied met wat lichte regen en motregen ons land binnen, waar vooral het westen later in de nacht mee te maken gaat krijgen. De temperatuur daalt voor die tijd nog naar 4 of 5 graden, maar onder die bewolking is het niet veel kouder dan een graad of 8. En morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt. Alleen in het zuidoosten breekt de zon af en toe door en daar lijkt het voor het grootste deel droog te blijven. Elders in het land, ja, toch veelal grijs weer, af en toe wat lichte regen of motregen, maar veel neerslag wordt niet verwacht. De middagtemperatuur is vergelijkbaar met vandaag met ongeveer 10 graden, maar in het zuidoosten, waar de zon even doorbreekt, zou het lokaal best wel even 12 of 13 graden kunnen worden. Wind staat er niet al te veel, boven land zwak of matig, windkracht 2 tot 3. En in de kustgebieden kan later op de dag af en toe een vrij krachtige wind opsteken. Dat is een windkracht 5 en de wind waait veelal uit het zuiden. Nou, die windrichting houden we ook de rest van de week en begin volgende week vast. En qua weerbeeld is het vooral in het weekend tamelijk grijs met van tijd tot tijd wat regen. Vanaf volgende week, dan volgt de weersverbetering dus met droger weer, meer ruimte voor de zon. En de nachten worden dan een stuk kouder met landinwaarts soms een graadje vorst. Ik wens u nog een mooie dag.